Ja, het is wel snel gegaan vandaag. Ja. Ja, wat dat betreft was het voor het eerst in een tijd weer een debat waarin echt wel iets gebeurde. We hoorden aan het begin veel klachten vanuit de oppositie dat het beleid onduidelijk is over mondkapjes sinds maandag. Toen Rutte zei van ja, het gaat in bepaalde steden gelden. En ja, gedurende het debat ging de coalitie ook een beetje vragen aan de oppositie van hoe zien jullie dat dan voor? Je moet een advies worden of echt een plicht? En uiteindelijk, schuiven. Ja, uiteindelijk in de middag zei Rutte eigenlijk meteen van nou, dan gaan we het vanaf nu gaan we het doen. Maar het bleef daarna toch wel weer onduidelijk hoe precies. En daar heeft hij nu 2 dagen voor genomen om dat uit te gaan. Want het curieus verschil tussen een dringend of een dwingend advies. Het is een dringend advies. Ja. Het klinkt heel Nederlands. Nou ja, kijk, het probleem was dat ze eerst zeiden van nou, die ondernemers in de grote steden, die worden daar nu mee. Die moeten nu tegen mensen gaan zeggen, jij moet dit gaan dragen. En dat zei de Kamer, ja, dat kan je niet aan ondernemers overlaten. Dat moet je niet bij hen neerleggen, daar moet je zelf iets van vinden. Maar nu blijft het natuurlijk eigenlijk de situatie dat ondernemers het moeten gaan controleren en gaan zeggen of ze het erg vinden. Ja. Ja. En iedereen, dus niet alleen in de grote steden, maar landelijk. Ja, ja. Iedereen, ja. En ja, ik denk dat wat dat betreft, dat mondkapje leek vandaag in één keer een soort symbool te worden voor het feit dat we die tweede golf serieus gaan nemen. Dus nog afgezien van de vraag of het nou noodzakelijk is, medisch of niet, daarover verschillen binnen het outbreak management team, verschillen ze over van mening, geloof ik. Ook in de politiek zijn er grote verschillen. Maar dit is nu iets waarvan dat in dat hele debat iedereen wilde dat we dit gingen doen. Ja, want Rutte zei goed, je moet overal een mondkapje dragen waar je de hemel niet kunt zien. Ja, en waar je niet stil om zit. Om te voorkomen dat je de hemel permanent ziet. Ja, dus wij zien nu de hemel niet, maar wij zitten stil, dus dan hoeft het niet. Nou ja. Andreas Vos, lid van het OMT. Wijs besluit, bent u het ermee eens? Ik denk het is aan het kabinet om de besluiten te nemen. Ben ik het daarmee eens? Nee, want ik vind niet dat je zo overhaast voordat het volledig duidelijk is dat moet doen. Je verandert van mening over heel korte termijn. En dat is nooit goed voor het gedragen worden van een advies. Maar er wordt er zo lang over gepraat. Ja. Mensen willen begrijpen waarom dat nu gedaan is. Ik vind het goed, dat zag ik al eerder ook, dat er nu een landelijke advies komt. Maar ik denk dat het veel makkelijker te implementeren is als in die en die en in die gemeente. Dan moeten de regionale mensen veel beter opletten. Landelijk lijkt me nu heel goed dat je iets doet op de nut van het masker. Daar kunnen we lang over hebben. Dat het bewijs is flinterdun als er überhaupt iets is. Maar je kunt ook zeggen, doe het nou maar, het doet ook geen kwaad. Nee, dat vind ik ook. Het probleem is daarbij, mensen, doe het maar, ook akkoord. Maar maak de mensen dan heel duidelijk, dit is additioneel. De maatregelen die we de laatste weken niet goed nagekomen zijn, die moeten ze nu alsnog goed nakomen. Dat zei Rutte ook wel in het debat. En dat is even ook de angst. En het OMT is niet verdeeld. Die hebben allemaal dezelfde mening. Die vraag is, zegt u even bewust, want dat wordt natuurlijk naar buiten gebracht, dat het OMT heel erg verdeeld is. Ja, maar dat is niet zo. Die discussiëren en ze hebben verschillende meningen, maar ze